Het was natuurlijk niet toevallig dat Ezra midden in de nacht een bericht kreeg op zijn telefoon. Hoe zit het nou midden in de nacht een bericht? Wat? Help, ontoord, binnen aas, check, vuur. Wat? Hij begreep het bericht niet helemaal, dus riep hij de hulp in van Freya. Freya. Ek Irilas Kalam Udar. Freya. Goed je weer te zien, Ezra. Hij kende Freya nog van vroeger, toen ze samen in een andere wereld leefden. Goed je weer te zien, Freya. Wat is dit? Wat is dit voor wereld? Deze wereld? Deze wereld noemen ze de aarde. Ik kreeg dit bericht binnen. Oort, binnen, aas, check, vee, uur. Precies. Nou, het meeste heb ik hiervan kunnen ontcijferen. Samen ontdekten ze dat iemand om hulp vroeg en ze naar het zomerfestival van Sophia moesten. Dus dat is onze bestemming? Ja. Dus gingen ze op weg. Maar niet voordat... Zo, dit is de Ezra die ik ken. Omdat ze er nogal vreemd uitzagen, werden ze aangesproken door twee jongens. Noah en Marijn. Wat zien jullie er grappig uit? Ze lieten het bericht aan de jongens zien. En die dachten meteen aan... Bumper! Misschien kan Bumper helpen. Bumper? Ja, dat is een politiehond. Die weet vast waar jullie persoon is. Volg ons maar. Freya had de magische kracht om met dieren te praten. En vertelde Bumper dat er iemand om hulp riep? Maar Bumper kon als hij geen geur had, niks doen. De jongens hadden nog een idee. Bumper kan ons nog niet helpen. We hebben een geur nodig. Ik heb iemand die ons daarmee kan helpen. Denk jij wat ik denk? Floor! Dus gingen ze op zoek naar Floor. Nee, sorry. Hebben jullie Floor gezien? Floor! Weet jij waar Floor is? Nee, ik heb geen idee. Maar heel veel succes met zoeken. Dankjewel. Heb jij een Floor gezien? Nee. Okay. Nou, ik moet wel zeggen, net bij Sprinkles in de buurt. Oh. Dus misschien moet je het daar. Dankjewel. Ja, succes jongens. Dankjewel. Bij het Sprinkles was ze ook al niet. Wat kan het dan zijn? Ik weet het niet, ze zijn echt overal al geweest. Floor. Hey, Marijn, Noah. Wat doen jullie nou hier? Floor wilde zeker helpen, want zij had de sleutels van alle deuren. Ja, we kunnen even met alle vrouwtjes kijken. Ja, oké. Zou ik kijken of ze hier is? Helemaal niemand?
wel vreemd. Als jullie nou die kant op gaan, dan dat ga ze opeens daar weg zoeken. Moest. Ja? Okay. Zie ik jullie straks. Ze besloten als groep te splitsen. Hallo. En daarna weer elkaar te zien. Heb je wel een idee waar ze is? Nee, maar we weten ook niet naar wie we zoeken. Dus wel vreemd. Dat Floor opeens wist dat het een ze was. En één aan haar vingers had. Ik kan helaas even niet helpen. Nee, ik moet even naar de bank voor dit festival. Maar ik kom straks weer terug en dan ga ik jullie helpen, oké? Dat beloof ik. Oké, dankjewel. Veel succes, Floor. Maar hoe kan Angel nu weg zijn? Ja, maar... Nee! Ze moet toch om vieren die checks overhandigen? Ja, het maakt mij niet uit hoe je het doet. Nee, dat zoek je maar uit. Opeens hoorde Essa iemand hard praten over iemand die verdwenen was. Ja. Het was Ingrid, de bazin van het park. Die vertelde dat Angel verdwenen was en dat ze zo snel mogelijk gevonden moest worden. Omdat ze precies om 4:00 een check moest overhandigen. En ze heeft een hele belangrijke rol vandaag. Dat kan de persoon zijn die ontvoerd is. Ontvoerd? Opeens kwam er een fursuiter aan. Met een brief voor Ingrid. Als jullie Angel nog terug willen zien, zeg dan dat er 0 euro is opgehaald. Doe het geld in een kistje en leg het kistje in de achterplek van de zwarte auto op de parkeerplaats. Ze moest een cheque van 5000 euro voor de kinderen van Sophia uitreiken. Oh nee, het is al bijna 4:00. Het staat verkeerd. Check is check, als in geld. En het is geen vuur, maar 4:00. Dat bericht is van de vermiste Angel. Waar zou zij heen zijn gegaan? Goeie vraag. Misschien kan een Floor helpen, die heeft allemaal sleutels. Goed idee. Floor? Bedoel je Floor de terreinbaas, Floor? Die mag hier helemaal niet zijn. Ja, die was, ja, zij was heel hard. Hé, die mag hier helemaal niet zijn, die is ontslagen. Ontslagen? Waarom? Ze deed haar werk niet goed en ze heeft gestolen. Dat verklaart een hoop. Het is 4:15. Lukt het jullie om Angel op tijd te vinden? Floor is de dader. Godver. Die brief. Ezra wist toen dat Floor de dader moest zijn. Daarmee omdat ze inkt aan haar vingers had. En wist dat het een ze was. Stil. Hou je mond. Nee, gewoon stil. We moesten terug naar Bumper, zei een van de jongens. Want nu hebben we een geur. Bumper wist nu waar ze moesten zijn. Omdat hij de geur van het gebouwtje ook had. Nou, ze kunnen dat geld ieder moment in mijn kofferbak leggen. Hé, wil je wat zeggen, schat? Komt hier niet meer weg, dom hoor. Dat zullen we nog wel eens daar zien. Daar betrapte ze Floor met een vastgebonden eentje. Je bent gloeiend bij Floor. Hoe kun je dit nou doen? Maar dat zullen jullie kinderen nooit begrijpen. Weet je, ik heb het geld nodig. Ik wil niet weten hoe duur alles is geworden tegenwoordig. Maar dat gaat voor de kinderen, voor de zieke kinderen van Sophia. Hè? Wat? Ga je daadwerkelijk stelen van zieke kinderen? Maar dat wist ik niet. Ik wist niet waar het geld voor was. Oh jongens, Angel. Sorry. Hoe kun je dit nou doen? Ja, het spijt me. Dit wist ik echt niet. Het spijt je? Ja. Sorry. Wil je me vergeven? Nou. Oké. Als je ons nu het geld geeft, gaan we geen aangifte tegen je doen. Maar waar was het geld? Ik heb het geld niet. Dat hebben jullie toch? Gelukkig had Angel daarvoor gezorgd. Daar weet ik wel wat op. Gelukkig hebben we dit allemaal op tijd opgelost. Kinderen, komen jullie maar mee met de check. Jij bent ook een magisch wezen.
Heb jij dit bericht naar mijn telefoon gestuurd? Ja. Dat soort magie moet ik ook nog leren. En zo kon de check voor de nieuwe Sophia-film precies om 4 uur worden uitgereikt. Eind goed, al goed.